Het korps douane Suriname verhuist rond mei van dit jaar naar haar eigen gebouw. Dit geeft het 160-jarig bestaan van de organisatie een extra tintje. Los van deze heugelijke feiten is het ook de beurt aan Suriname om de Internationale Dag van de Douane te organiseren. Samen met de korpsen van de ABC-eilanden wordt er momenteel een douaneweek georganiseerd in ons land. Bondsvoorzitter Joyce de Vlucht is vol lof over hoe haar team dit alles heeft weten te realiseren, vooral als het gaat om het hebben van een eigen gebouw. Als we kijken naar 100, meer dan 100 jaar, 100-jarig bestaan van de douanebond, dan is het geen enkele bond of bestuur nog gelukt om het zover te krijgen. Ik ben 30 jaar in dienst en al die 30 jaren zijn we bezig geweest om te streven naar een eigen douanegebouw. En uiteindelijk hebben we het zover kunnen krijgen dat het gebouw al staat. Men is bezig met kleine aanpassingen nog. Maar we kijken er naar uit dat we, zoals is aangegeven, dat we ergens in mei of april dat het wordt opgeleverd en dat we ons kunnen uitvesten. Daar we kijken er naar uit. In het kader van de Internationale Dag van de Douane, die elk jaar op 26 januari wordt gevierd, zijn er verschillende activiteiten gepland deze week. Dit is vooral bedoeld om de netwerken tussen de douane van Suriname en die van de ABC-eilanden te versterken. Gabrielle Hercule, coördinator van de Douaneweek, zegt dat het een bijzonder voorrecht voor Suriname is om als gastland op te treden. Ze geeft ook aan dat er over de uitdagingen op de werkvloer gebrainstormd zal worden met de collega's. We meet each other, we greet each other, we leren elkaar kennen. Het is een beetje mingelen, een beetje netwerken, onze collega's leren kennen. Natuurlijk ook de diverse uitdagingen die we allemaal meemaken in ons werk. Dus dan gaan we een beetje brainstormen daarover en een beetje praten erover. Het is eigenlijk een hele challenge geweest, maar we hebben eigenlijk alles in huis. We hebben het ook bewezen dat we het kunnen. En in de toekomst gaan we dat natuurlijk ook weer kunnen bewijzen. Het is namelijk goed dat je bij zulke events een goede draaiboek klaarstoomt, zodat je het ook in de toekomst kan gebruiken. En voor Suriname, kijk, we zien het eigenlijk als een uitdaging. Het is een hele eer en we hebben gewoon laten zien dat we het kunnen doen. Bondsvoorzitter De Vlucht bevestigde ook dat er een nieuwe loonreeks is gepresenteerd aan de minister van Financiën en Planning. Dit omdat douaneambtenaren volgens haar niet gewaardeerd worden zoals dat zou moeten. Als we over waardering praten, dan als we alleen maar kijken naar het salaris, gemiddelde salaris van een douaneambtenaar. Ik denk wanneer mensen solliciteren, hebben ze een idee dat, dat de douane de best betaalde ambtenaar is. Wanneer ze binnenkomen, dan merken ze iets anders. Dan krijgen we weer mensen die weer weggaan uit die dienst. Omdat de douane niet voldoende gewaardeerd wordt. We zijn al zeker 2-3 jaar bezig. We hebben een nieuw loonreeks gepresenteerd aan de voormalige minister. Nu zijn we weer bezig ermee. Maar het is nu meer dan ooit tijd dat we beter gewaardeerd worden.